Welkom bij het schaduwkabinet van ONL voor ondernemers vanuit de beurs van Berlage. En ik praat nu met de minister-president van dit schaduwkabinet, Hans Biesheuvel. Welkom. Hi. Alles goed? Ja, fantastisch. Ik heb energie, ik heb er zin in en ik kijk heel erg uit naar volgend jaar. Want? Nou ja, dan gaan we echt knallen. Hè. Kijk, we hebben nu een beetje grote mond gehad. Hè, verteld wat we allemaal willen gaan doen. En een hoop mensen aan ons weten te binden. Maar volgend jaar moeten we echt gaan scoren. Waarom moet het volgend jaar per se? Mag het niet wat langzamer groeien? Moet het echt volgend jaar gebeuren? Nou ja, ik wil het een aantal jaren volhouden. Hè. Maar voor 2014 wordt wel een beetje het jaar van de waarheid. En ik ben als ondernemer niet gewend om te roepen en aan de kant te blijven staan. Ik ben echt van plan om de lead op een aantal terreinen te gaan nemen. Op een aantal onderwerpen. Noem eens een paar van die onderwerpen waarop u de lead gaat nemen. Nou, bijvoorbeeld op het belangrijke punt kredietverlening en financiering. Is natuurlijk op dit moment heel erg lastig voor ondernemers om aan krediet te komen. Niet alleen voor starters, voor kleine bedrijven, maar ook merk ik voor grotere bedrijven, voor familiebedrijven. Nou, de banken houden hand op de knip. Ja, maar daar komt ook bij, er zijn weinig alternatieven. Als je wil groeien, als je wil investeren, is er weinig groeikapitaal beschikbaar. Banken zijn steeds meer met standaard oplossingen aan het komen. Dat doen ze eigenlijk omdat ze te veel kosten hebben. Dan zeggen ze, ja, hoe meer standaard we maken, hoe goedkoper het voor ons is. Ja. Terwijl juist het ondernemersland steeds diverser wordt. De uitdagingen groter worden. En de ondernemers juist behoefte hebben aan maatwerk en aandacht. Ja. Nu zijn er toch in diverse provincies allerlei initiatieven al hiervoor opgestart. De kredietunies heten ze. Is dat dan niet het recept? Nou, een kredietunies, dat is absoluut een oplossing. Er zijn overigens pas 2 kredietunies die pas 1 of 2 leningen hebben verstrekt. Dus het is nog heel klein, maar het is wel veelbelovend. Maar ja, een lening bij een kredietunie, dan heb je nog geen bankrekening. Dan heb je nog geen betalingssysteem. Dus je hebt nog toch die bankkeihard. Het is maar een onderdeel van de oplossing. Het is een onderdeel van de oplossing, vooral voor groeifinanciering. Daar hebben we te weinig van in Nederland. Dus ik vind die kredietunies absoluut een verrijking van het aanbod, zullen we maar zeggen. Maar het is nog heel klein. Het staat echt nog in de kinderschoenen. Oké, wat moet er gebeuren? Wat gaat 2014 gebeuren wat de knaller wordt van Hans Biesheuvel? Qua kredietverlening. Nou, wat mij betreft gaan wij voor de Nationale Ondernemersbank. Ik heb vorige week een opiniestuk in het Financieel Dagblad geschreven. En gezegd, we hebben behoefte aan een bank waar een ondernemer zich weer welkom voelt. Waar maatwerk en aandacht... De oude middenstandsbank, zeg maar. Ik wil terug naar ik verlang wel weer een beetje naar die oude NMB. Nee, daar was je als ondernemer echt welkom. Daar voelde je je welkom. Betekent niet dat je altijd je zin kreeg. Ook daar moest je met een goede onderbouwing komen. Maar je voelde je wel welkom. En dat was een luisterend oor. En ze dachten met je mee. Nou ja, en weet je wat belangrijk is? Kijk, in die tijd gingen er niet zoveel bedrijven failliet. En zeker niet voor de bank. En dat kwam omdat die bank dicht op die klant zat. Ik zeg altijd, het beste risicomanagement van banken is je klanten kennen. Maar ik val u even de reden. In die tijd was het ook de tijd van groei. Het was na de oorlog en alles was echt alleen maar een grote opgaande lijn. Nu is het een veel gevaarlijker periode voor banken die krediet gaan verlenen. Omdat faillissementen, gezien de economische situatie in Nederland, zijn niet meer ondenkbeeldig. Dus het risico is ook veel groter geworden. Nou, het risico is groot, hè, dat geef ik graag toe. Aan de andere kant, voor werkgelegenheid hebben wij gewoon bedrijfsleven nodig, wat weer gaat investeren, wat weer mensen gaat aannemen, die weer groeigericht is. En we zijn tot nu toe de afgelopen 4, 5 jaar vooral gericht op zeg maar niet failliet gaan, hè, om vasthouden wat we hebben. Heel begrijpelijk, maar we moeten weer naar groei. Een stap vooruit. We moeten weer een stap vooruit maken. Ik wil ondernemers daar ook toe inspireren. Maar er moet ook ruimte voor komen. Okay. En die kredietverlening is echt olie in de raderen van de Nederlandse economie. Maar hoe moet ik dat voor me zien? U bent nu schaduwminister-president. Wordt u dan ook in één keer CEO van een bank? Hoe moet ik dat voor me zien? Nee, kijk, bankier is een vak. Dat moet je mensen laten doen die er echt verstand van hebben. Dat heb ik niet. Ik ben geen bankier, ik ben een ondernemer. Maar ik zie wel de grote discrepantie tussen die banken en de ondernemers. Ja. Die spreken elkaars taal niet meer. Maar hoe komt u aan kapitaal? Help me even. Hoe komt u aan kapitaal voor zo'n bank? Wie moet dat gaan opzetten? Nou, ik denk dat wij een initiatief kunnen nemen samen met minister Kamp en minister Dijsselbloem om de richting aan te geven waarop het op zou moeten. Dus de overheid is bankier? Nee. Ik denk dat het een private bank moet worden, net als kredietunies. Maar de overheid kan wel helpen door bijvoorbeeld garantiekapitaal ter beschikking te stellen. Dat is beschikbaar.
We hebben nu de BMKB-regeling, is een moeilijk woord. Maar borgstellingskrediet voor de MKB. Die wordt maar voor een heel klein stukje gebruikt op dit moment. Dus dat zou ik in willen zetten voor die nieuwe bank. Dat is al behoorlijk. Is dat een groot kapitaal? Nou, daar zit 1,2 miljard in. Aha. Ik ga minister Kamp voorstellen, ga daar nou eens de helft voor beschikbaar stellen voor die Nationale Ondernemersbank. Kan je heel, heel veel kredieten voor verlenen. Maar dan moeten echt topbankiers, maar met oog voor ondernemers, moeten dan die bank gaan runnen. En ik denk dat de overheid ook kan helpen om langs toezichthouders en regelgeving te komen. Want die is erg lastig. Okay. En als nou onze staatsbank ABN AMRO nou eens niet naar die beurs laten gaan, maar daar weer eens gewoon een echte ouderwetse staatsbank voor ondernemers en voor spaarzame burgers voor maken. Is dat een idee? Nou, dat want mag dat hebben we al in handen. Ja. Nou ja, dat mag van mij ook. Kijk, als die ABN AMRO zegt... Vindt wij worden Gerrit Zal natuurlijk niks, maar... Nou ja, ze verdienen op dit moment veel te weinig aan het MKB. Hè. Ik heb hem niet zo lang geleden nog gesproken. En zijn punt is, we verdienen het eigenlijk aan de private banking kant. En veel te weinig aan de ondernemerskant. Nou, mijn vraag aan hem is dan geweest, ja, heb je er ook voldoende effort in gestoken? En zo komen we ook in een lastige tijd. En mijn doel is niet echt per se een nieuwe bank oprichten. Maar ik wil wel weer een bank terug in Nederland. En dat mag voor mij ook ABN AMRO zijn. Die zich wel weer echt op die ondernemers gaat richten. Ja, het zou dus een dochter van ABN AMRO kunnen zijn. Of van ING. Of van Rabo. Of, nou, of, misschien wel, of misschien wel een combinatie van die banken. Hè. Kijk, ze kunnen allemaal lastig die onderkant bedienen. Als ze in staat zijn om te zeggen, nou, we gaan met elkaar een instituut of een organisatie opzetten die onderkant zeg maar gaat bedienen, zoals de bankiers dat zo mooi noemen. Denk ik dat voor het Nederlandse MKB een enorme stap voorwaarts zou zijn. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar die banken, we hebben het net al geconstateerd, zijn ontzettend behoudend. Ze moeten buffers hebben. Heel veel economen zeggen al, de buffers die ze nu verplicht zijn, die zijn al te laag. Dat is hartstikke tricky. Dus het lijkt me een beetje Fata Morgana van u. Nou, is het niet. Hè? Kijk, er zijn heel veel landen in de wereld waar ben ik ook zelf als ondernemer geweest. En daar bestaan zeg maar even NMB-achtige banken nog volop. Zelfs in België. Ik heb zelf altijd bij de KBC in België gebankierd. Nou, dat is gewoon de NMB van België. Moeten we de België naartoe halen? Nou ja, dat mag van mij. Kijk, het bedrijfsleven is tegenwoordig internationaal. We surfen over de hele net, over de hele wereld, of het niks is. En waarom zou je niet in Antwerpen kunnen bankieren? Ik zou niet weten waarom niet. Nogmaals, in België staat zo'n bank. Zo moeilijk is het niet. Het kan gewoon in Nederland ook. Oké, we gaan het afwachten. 2014 weten we of het allemaal gaat gebeuren. U liet net namen afvallen van Rutte en Kamp. Betekent dat dat Hans Biesheuvel van ONL voor ondernemers inmiddels een flinke voet tussen de politieke deur heeft? Nou, dat durf ik wel te zeggen. En dat is ook mijn belangrijkste rol als schaduwminister-president. Ik wil echt de hand uitsteken naar de politiek. En zeggen, kom op, we gaan niet meer op elkaar zitten wachten. We gaan niet meer op elkaar zitten fitten. Laten we nou de handen in elkaar slaan en die groeiagenda van Nederland gaan vormgeven. En dat vind ik mijn belangrijkste rol. Okay, wat hand zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Nou, ik word ontvangen met alle egards. Dus dat voelt goed aan. Er is heel veel belangstelling voor wat we aan het doen zijn. Een bewindspersoon zei mij vorige week nog, de columns van de schademinister worden verslonden door het kabinet. Is dat zo? Ja, dus dat vond ik een heel leuk signaal. Ja. Ik ben de dag na ons allereerste kabinetsberaad van het schaduwkabinet, de dag daarna ben ik ontvangen in het torentje door minister-president Rutte. Hebben we gesproken over ons kabinetsberaad en over onze plannen. En hij heeft toen ook gezegd dat hij open staat voor die ondernemerstop. En daar ben ik heel blij mee. Wat voor ondernemerstop hebben we het nu over? Nou, ik heb hem aangeboden om samen met ons een ondernemerstop te organiseren. Waarbij maar één agendapunt is, de groeiagenda van Nederland. Hoe gaan we ons geld verdienen in 2025? En laten we daar gezamenlijk eens een keer heel goed over praten. Mm. En ik denk dat dat een hele mooie gebaar ook van zijn kant is. Om daar serieus Hij was enthousiast. Hij was heel enthousiast. Ook omdat ik heb gezegd, we gaan niet langskomen om uit te leggen wat er moet gebeuren. We gaan langskomen met een agenda waar volgens mij de politiek niet meer omheen kan. We gaan het zo aantrekkelijk maken dat het echt een basis biedt voor een nieuw vertrouwen, herstel van vertrouwen. Maar dat wordt dus meer, ik doe ook regelmatig congressen en dan hoor je allemaal mooie voornemens en dan hoor je allemaal mooie ideeën voorbij komen. En dan realiseer ik me 3 jaar later, goh, hier hebben we 3 jaar geleden ook over gehad, als ik zelf een soort congres sta. Omdat er dan wel allerlei leuke ideeën zijn gewisseld, maar er nooit echt iets concreets is uit voortgekomen. En dat wilt u voorkomen door echt met een kant-en-klaar recept te komen, mensen. Dat is de weg die we moeten gaan. Dat vertelt u me nu. Dat is precies het idee. En we gaan het nog verder onderbouwen door ook een begroting te maken.
Dus onze schademinister van Financiën, die heeft de opdracht om met een begroting te komen. We gaan dat geen tegenbegroting noemen. We gaan het echt een begroting van de toekomst noemen. En we zullen op de 2 september 2014 zullen we onze begroting presenteren. Een week voor de begroting van de ministerraad. Want ik vind het belangrijk om niet als tegenbegroting iets neer te zetten, maar echt te laten zien dat onze nek durven uitsteken en het ook durven te onderbouwen. Okay. Dus in die zin is 2014 cruciaal. Een echte begroting, een bank. Ja. Wat staat er nog meer op het verlanglijstje van de heer Biesheuvel? Nou ja, vooral de ondernemers het gevoel geven in Nederland dat wij er voor hun zijn. We hebben die ondernemers hard nodig. Waar zitten de banen? Die zitten bij de kleine bedrijven, bij de starters. Waar moeten de innovaties vandaan komen? Waar moeten de mensen uit de waarjongen en uit de bijstand aan het werk? Bij de kleine bedrijven, bij de starters en voor een deel ook bij de familiebedrijven. En ik hoop dat die gaan zien van, hey, er is echt een organisatie. Er zijn mensen in Nederland die voor ons aan het knokken zijn, die voor ons aan het vechten zijn. En dat gevoel is belangrijk voor het herstel van vertrouwen tussen politiek en het bedrijfsleven. En dat is ook heel belangrijk om een hoop maatschappelijke thema's te realiseren. Hoe staat het gesteld met het vertrouwen van het bedrijfsleven in de politiek? Niet in het schaduwkabinet, maar in het echte. Hoe is het gesteld? Nou, het vertrouwen is bijzonder laag. Ik ben bijna 30 jaar ondernemer zelf. Door heel Nederland heb ik bedrijven mogen leiden en mogen begeleiden. Ik heb nog zelden meegemaakt dat vertrouwen in politiek zo laag is als op dit moment. Dat is ook niet zo gek. Als je alleen al dit jaar weet ze dat, als u met Rutte en met Kamp praat, weet ze dat? Wat zeggen ze dan? Nou, dat realiseren ze zich heel goed. Vinden ze dat ook erg? Ja, dat is de vraag. Ik denk dat ze zo in de dagelijkse druk zitten van de actualiteit, dat ze misschien op het moment met je spreken wel menen dat ze het zich realiseren. Maar dat de druk van alle dag zo groot is dat ze vervolgens niet naar kunnen handelen. Het zijn eigenlijk net ondernemers die proberen het hoofd boven water te houden. Bezig met de dag van vandaag en kijken hoe we overleven. Nou, ik denk dat en dat wilt u doorbreken? Ik denk dat op dit moment heel veel gebeurt wat politiek haalbaar is. Nou, we weten allemaal, op dit moment is er politiek heel weinig haalbaar. Dus er gebeurt weinig. En ja, oog voor lange termijn beslissingen, lange termijn keuze is er onvoldoende. En toch wil ik de politiek uitdagen om dat oog voor die toekomst wel te hebben. Ja, door met die agenda tot 2025 te komen, daar gaat die top ook over. Ja. Hoe bereiken we groei met z'n allen en wat is er voor nodig? Ja, en hoe gaan we het vertrouwen tussen politiek en bedrijfsleven herstellen op een structurele manier? Want dat is voor mij een essentiële voorwaarde om die plannen te laten slagen. Want je zegt net terecht, hè? Leuk om het op papier te zetten, leuk om cijfers eronder te leggen, maar uiteindelijk moeten mensen het met elkaar gaan doen. Ja. En dat doen, daarvoor is vertrouwen cruciaal. Okay, ik herinner me Diederik Samson, die dus vlak voor de verkiezingen van dit kabinet, de Kamerverkiezingen dus, het hele land doorging en daar zijn vaardigheden op deed, hoe hij zich in de grote debatten moest staande houden en ook de zorgen van de mensen aanhoorde. Ik volg u op Twitter en ik zie dat u ook werkt het hele land doorsjeest. Alle regio's worden bezocht en zo. Is dat nou om zieltjes te winnen als ze gewonnen zijn? Nou ja, dan zien we wel weer. Of zit er een bedoeling achter te laten zien, ik geef echt om jullie. En ook als ik groot ben geworden, laat ik jullie niet barsten. Want dat is waar mensen zich vaak gepiepeld in voelen. Hè? Ja. Als het eenmaal het moment al is en je bent gekozen, je bent groot geworden, dan ik zie ze niet meer. Klopt. Nou ja, kijk, ik ga op dit moment al 3 jaar lang dag in dag uit Nederland in. Hè. Ook als voorzitter van MKB Nederland heb ik iedere dag had ik afspraken en land bij ondernemers. En die lijn heb ik gewoon voortgezet. En ik merk dat ik overal welkom ben. Ik ben op heel veel plekken inmiddels al 2 of 3 keer geweest. En die lijn zet ik absoluut door. Want daar ligt niet alleen mijn passie. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat ik aan ondernemers laat zien dat ik er ben voor ze. En dat ik ook echt voor ga. Ja. Meneer Biesheuvel, wanneer zegt u ONL voor ondernemers is zo geslaagd, ik kan mijn kabinet ontbinden en ik kan weer iets anders gaan doen, bijvoorbeeld wild eten in de Achterhoek, in plaats van dag en nacht het land door te chasen. Wat moet er bereikt zijn? Nou, ik denk als we in staat zijn die groeiagenda op een zodanig manier neer te zetten en de politiek echt kunnen uitdagen om daar serieus mee aan de slag te gaan en we in staat zijn dat vertrouwen tussen het bedrijfsleven en de politiek voor een deel te herstellen, even een steentje bij te dragen, dan zou dat al fantastisch zijn. Ik blijf in ieder geval voorlopig de komende jaren echt door Nederland heen reizen. Het inspireert me ook, krijg er energie van. Ik zie zoveel fantastische
Maar u ziet ook veel narigheid. Je ziet ook veel narigheid, maar aan de andere kant zie ik ook iedere dag weer ondernemers die weer een plan hebben, die een idee hebben, die me aanklampen en zeggen, hè, ik zoek financiering voor dit of ik wil naar dat land, kan je me helpen? En dat geeft zoveel energie. Okay. En die energie wil ik ook weer op anderen overbrengen. Maar als u dat zegt, ik ontmoet ondernemers met fantastische ideeën en ik wil dit en dat, dan zit u wel bij de succesvolle kant. Bezoekt u ook de ondernemer die al echt aan het verzuipen is? Ja, absoluut. En wat merkt u dan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, mensen vallen vaak een heel, heel diep gat. Hè. Ondernemers geven over het algemeen niet snel op. Dus de meeste mensen die in dat gat vallen, hebben al jaren knokken achter de rug. Hebben jarenlang alles gegeven. Vaak ook hun totale privévermogen ingezet om het bedrijf te redden. Ik heb niet zo lang geleden de eer gehad om Marga Bult bijvoorbeeld te mogen interviewen. Die mij vertelde dat ze al 5 jaar lang knokt met haar man samen om overeind te blijven. Ja. In die entertainment business. Al 5 jaar niet op vakantie is geweest. Ja. Maar toch doorzet, er keihard voor gaat. Nou, daar heb ik alle respect voor. Er zijn er veel van? Er zijn er ontzettend veel van. En vooral in de bouw, vooral in de detailhandel. En vergeet niet al die ZZP'ers. Er zijn natuurlijk een heleboel succesvolle ZZP'ers. Maar er zijn ook heel veel die echt op een bestaansminimum zitten. Mm-hmm. En die iedere ochtend opstaan en zeggen, ja, heb ik vandaag werk. Hoe benadert u die ZZP'er? Hoe weet ZZP'er dat dit bestaat? Dat de ONL voor ondernemers bestaat? Hoe weten zij dat? Ja, nou ja, wij gaan de komende jaar gaan we vooral veel het land in met zeg maar een heldere agenda. Hè. We zijn nu het land in geweest om onszelf bekend te maken. We gaan nu echt met de agenda het land in met een heldere doelstellingen. En dan zullen die ZZP'ers een hele belangrijke rol spelen, want ik geloof heel sterk in... Maar hoe benadert u ze? Hoe vindt u ze? Nou, ze vinden ons heel makkelijk. Okay. Hè? Er zijn heel veel kleine clubjes die dingen voor ZZP'ers doen, maar er is niet echt één club die makkelijk doordringt tot de politiek en tot het bestuur in Nederland. Ook lokaal, hè? Ontzettend belangrijk vaak voor kleine ondernemers. Die hebben meer van doen natuurlijk met de lokale overheid dan met de landelijke overheid. En wij gaan ook daar ook zorgen dat we echt heel concreet die brug gaan slaan. Bijvoorbeeld, we zijn met een aantal gemeenten in gesprek om te kijken of we daar een pilot kunnen doen. Ik noem het dan even een ONL, pilot gemeente. Hoe kunnen we de bestuurlijke snelheid verhogen in zo'n gemeente? Dus bij heel veel wethouders en burgemeesters belangstelling voor. Daar wil ik die en wat is de bestuurlijke snelheid? Wat moet ik me dan voorstellen? Nou, hoe snel krijg ik mijn vergunning? Krijg ik snel antwoord op iets? Die bestuurlijke snelheid ligt... Dan kan ik van een stel regels af? Ja, want vooral voor ZZP'ers is dat cruciaal. Die hebben vaak een hele korte adem. Die moeten snel kunnen schakelen. Dan is die bestuurlijke snelheid op lokaal niveau cruciaal. En vindt u gehoor op dat lokale niveau? Absoluut, absoluut. Ik ben juist uit het land komen heel veel verzoeken nu van kan je langskomen? Hoe kunnen we met ONL gaan samenwerken? Ik had gisteren nog een burgemeester uit Overijssel helemaal naar Den Haag gekomen om met mij in gesprek te gaan over hoe kunnen we die ondernemers beter faciliteren. Nou, dat is hartverwarmend. Kan de Haagse politiek voorbeeld nemen aan de lokale politici wat dit betreft? Dat vind ik zeker. Ik zie heel veel lokale politici die echt die ondernemers veel nadrukkelijker aan het opzoeken zijn. Dat begrijp ik ook wel. Want dus werkgelegenheid in een gemeente natuurlijk ook. Hè? Ja, en dat wordt alleen maar nijpender straks. Hè? Want die gemeente krijgt heel veel taken bij. En onder mensen. En geen geld erbij? Geen geld erbij. En die mensen moeten allemaal bij die kleine ondernemers en bij de starters aan het werk. Oké, dus in dit geval kun je zeggen, is eindelijk de crisis toch een keer een klein zegentje? Nou, ik denk op lange termijn zeker. En in een economie die moet hebben van wendbaarheid, hè, van snelheid, van flexibel kunnen schakelen, zijn juist die kleine bedrijven zijn cruciaal voor de veerkracht van de economie van de toekomst. Tot slot, een belangrijke vraag. Want we weten allemaal van Den Haag, met alle goede bedoelingen, zo gauw er lokaal of regionaal iets wordt geregeld, bijvoorbeeld om regels, minder regeldruk, enzovoort, enzovoort. Dat ze in Den Haag toch altijd weer kijken hoe ze die macht toch vooral vast kunnen houden en toch weer met bevelen en regels en verordeningen zo kunnen komen. Want ze zijn dol op wat ze hebben en ze moeten zich natuurlijk ook waarmaken. Begrijpelijk proces. Hoe kun je, gezien de initiatieven die nu gaande zijn, die pilotgemeenten zo van nu, hoe kun je dus ontwijken, omzeilen dat Den Haag, de Haagse politiek, weer met die vingers daarin gaat zitten? Nou, door ons veel harder op te stellen. Kijk, ik vind eigenlijk dat ondernemers wat dat betreft veel te flexibel zijn geweest de afgelopen jaren. Kijk, ja, ze zijn aan het werken, voor de rest braaf, toch? Ondernemers zijn allemaal keihard aan het werk, zijn braaf. Maar ik denk dat we een uitstekende onderhandelingspositie hebben. Beter dan ooit tevoren. Want nogmaals, de politiek heeft ons hard nodig. Hoe gaan we de waaijong oplossen? Hoe gaan we de bijstand oplossen? Hoe gaan we überhaupt jonge mensen aan het werk krijgen? Hoe gaan we de ouderenparticipatie bevorderen? Al die uitdagingen, daar heeft de overheid, het bedrijfsleven, heel en heel hard bij nodig.
En de grote koek die groeit niet meer, die krimpt. Hè. Wat we met z'n allen verdienen is al jarenlang aan het krimpen. We krijgen die groei niet makkelijk op gang. En iedere politicus in Den Haag weet, en ik ben ze nu allemaal ook daar goed van aan het doordringen, dat zonder die kleine bedrijven, zonder die ondernemers, gaan ze al die zaken niet oplossen. Dus we hebben een perfecte onderhandelingspositie. Vandaar dat ik ook heel belangrijk vind dat die ondernemers nu achter mij gaan staan. Achter het schaduwkabinet gaan staan. ONL voeden met ideeën, met signalen. En dat we kunnen zorgen dat we ook die borst echt opzetten naar die politiek. Ja. Zo voel ik het echt. Okay. Niet meer over ons heen laten lopen. En ik zeg tegen alle ondernemers in Nederland, we hebben een veel betere onderhandelingspositie dan ooit tevoren. Maar we moeten nu wel uitbuiten en waarmaken. Ja. En ons veel beter onze eisen durven stellen. Ja, het is nu eindelijk de tijd van niet meer een vinger in de pap, maar echt de hele hand in de pap. Ik ga die hand vol in de pap slaan. Dan heb ik wel al die ondernemers in Nederland bij nodig. Moeten niet bang zijn. De politiek heeft ons heel, heel hard nodig. Dank voor dit gesprek. Dit was de aflevering van het schaduwkabinet van ONL voor ondernemers. Alle interviews en alle afleveringen kunt u bekijken op de site van onl.nl. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.